Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Welkom bij deze allereerste Let's Play van, van deze donderdag de 30ste. Dat is echt heel cool, toch? Ja. Oké, ik schoot mijn haar een stukje weg, maar dat maakt niet uit. Vandaag is er weer eens een nieuw paard uitgekomen. Want we hebben er nog niet genoeg. En ja, die gaan we dus kopen. Want ik heb er nog niet genoeg. En ja, daar heb ik wel plek voor. En het is dus een, ja, het is een, hoe heet het beest ook weer? Vega, maar in het Engels heet hij Vega. Ik weet niet of dat nog steeds is of dat ze ineens de V hebben veranderd in een W omdat Vega vegetarisch, veganistisch meuk is. Dus ik weet niet hoe het in het Engels is, maar we gaan er dus heen. En ik zie mensen staan, het spijt me, maar ik ben aan het opnemen, dus follow me. Ja, ik zeg altijd hoi, behalve als ik aan het opnemen ben en soms skip ik je niet expres, maar zie ik je gewoon echt niet, omdat ik zeg maar dan zo achter SSO zit te trainen. Maar wat we dus vandaag gaan doen is dus de Vega lokken en even lekker bijkletsen, want ik heb de hele week geen starts geüpload en ik ben de hele week weer ziek geweest. Ik heb afgelopen zondag Famke voorgesteld, dus dat was echt heel leuk, want nu kan ik meer video's gaan posten over Fam. En ik vond het nog wel leuk om even daarover bij te praten, want ik weet dat ze jong is. Maar daar heb ik ook voor gekozen. Nou ja, eigenlijk niet. Het was meer een achterliggende gedachte van, oké, het kan. Want ik heb nu natuurlijk nog een jaar school en ook nog stage. Dus dan is het minder erg om een driejarige, zeg maar, gewoon lekker vrij, meer vrij te geven. Dat ze even lekker kan groeien en spelen dan dat ik, zeg maar, ook kan gaan rijden. En dat is ook wel een dingetje. Want dan heb ik over een jaar, is ze 5. Wat meer tijd, wat meer. We kunnen meer trainen, want nu doen we eigenlijk gewoon een beetje balans vinden, een beetje spieren ontwikkelen en lekker leuk gezellig doen. En ik ben heel blij dat we er hebben. Het is nog een beetje, ja, het is echt een puppy. Ze kan nog helemaal niks en ze bijt, ze hapt en ze, weet je wel, dat soort fratsen. Ze weet heel goed dat het niet meer mag, want ze heeft me 1 keer in de knie gebeten. En nu is het zo van, ja, nu durft ze me niet eens aan te kijken als ik zeg maar mijn knie optil. Dus dat is goed. Ze moet leren. Oké, we gaan even door met de Star Stable. En dat komt allemaal nog wel. Doe een wens. Praat opnieuw. Waarschijnlijk is deze quest echt 2 seconden lang. En mijn paard doet natuurlijk weer zijn hoofd niet omhoog. Oké. Het is. Oh ja. Ik ken deze lucht. Want in deze lucht speel ik altijd. Om graag gezien ik zo laat uit school ben elke dag. Sorry dat ik stoor. La la la. Kun je wel vertellen over je wens? Larikoek. Ik zou mijn liefde met sterren kunnen delen. Ja, sterren kunnen delen met een paard. Kijk. Wat gaat gebeuren? Ik vind deze shortcuts altijd wel best wel leuk om te zien. En hij tovert uit en niks op pony tevoorschijn. Natuurlijk, het is Idris, waarom niet? Even kijken. Ja, ik heb de audio aanstaan, dat is misschien wel handig. Het is hier natuurlijk weer heel gezellig druk. Even kijken. Breng de Vega, wat moet ik dan doen? Moet ik gewoon lopen? Oh ja, ze komt mee. Oké, dat scheelt. Wat moet voor. Oh, je moet naar Circus. Ik dacht dat ze hier te koop ging staan. Wat ik wel jammer vind. Het had wel leuk geweest als hier een pony stond. Maar ja. Blijft het nu ook zo schemerig. Ik heb eindelijk een keer de tijd om overdag te filmen. En nu wordt het zo weer zo schemerig. En dat vind ik niet leuk. Want ik speel altijd in deze schemerige zonsondergang. Dus wacht, ik ga even kijken als ik mijn tijd van de dag weer terugzet. Nee, jammer. Soms wil die glitch nog wel eens werken. Waar is die pony? Wacht, moet ik serieus. Moet ik. Huh?
Volgens mij zat hij bovenop de berg en moest ik hem eigenlijk via ja, daar beneden, zeg maar, naar beneden halen. Maar ja, weet je, ik ga nu gewoon naar het circus. Freak dat. En ik kijk al, god, nee, kan ik wel de trainer gebruiken? Want ik wil echt niet rennen. Ik ben zo lui, jongens. Oh my god. Oké, we gaan kijken of we deze trainer kunnen gebruiken. En als ik weer helemaal terug moet, dan ga ik heel hard huilen. Maar dan ook echt heel hard. Oké, en dan hebben we... Doe maar Moorland. Moorland. Want ik weet of er een short scene, shortcut komt. En I don't want to miss that. Padampadam, deze trailer gaat langzaam. Oké, we zijn eindelijk aangekomen. Oh ja, ik heb trouwens voor het eerst in mijn leven dat mijn paarden een beetje sad zijn. Ik ben een hele lange tijd niet online geweest omdat school weer begonnen is. En ik heb letterlijk 2 uur les gehad deze week en ik ben nu al klaar. Gewoon klaar met school, moet nog lessen volgen. Maar ja, vanmorgen kwam ik op school aan. Dat was echt heel erg naar. Ik stond om 6 uur op om de trein om 6:30 te halen. Nou, helemaal gehaald. Zat in de trein, helemaal prima. Ik was 5 minuten voor tijd op school. Dus dat is voor mij prima. Want ik ga niet 1/2 uur wachten voor een les. Want dat vind ik gewoon onzin. En toen was het zo van, ja, we wachten 1/2 uur. Het was de docenten niet. Toen kregen we ineens een mail van, ja, maak maar in de lokaal deze opdracht. How about no? Ik kon het ook wel thuis in een uurtje doen. Oh, ja, kijk, shortcut. In plaats van 3 uur reizen en dan voor niks heen komen. Dus dat is ook echt super tof. Het is hier zo lekker druk, jongens. Nou, dat was de hele quest. Eindelijk is het weer een beetje licht. En we gaan deze Zony Bony kopen. Gelukkig is hij wel goedkoop. En ik wil hem eigenlijk, want ik heb mini magic en wil ik haar ook iets noemen. Hallo allemaal. Ik kan nu niet antwoorden, ik vind het heel gezellig. Maniac, nee magic. Dus ik wil hem iets met je mini magic. En dan eigenlijk wil ik ook iets met een M, maar ik weet niet of iets met een M leuk is voor deze. Oeh. Miracle, meteor, marble. Mini, mint. Mint magic en mini magic. Eigenlijk moeten we dan mini, mist en mint. Dus ik denk dat ik haar mist magic noem. Ja, oké, dus mist magic, mini magic en dan de volgende mint magic. Dat lijkt me echt heel grappig. Ja, dat heeft wel wat. Nice ring to it. Oké. Super leuk jullie er zijn. Even kijken wie jullie allemaal zijn. If you spot yourself, gezellig. Ik zie dat er 3 al vrienden zijn. Ik ga mijn Zony ophalen. Op mijn Vega. Of Vega. Of Zebra. Hoe je het ook wil noemen. Ik vind het niet echt een zebra. Mensen noemen het een zebra. Maar ja, ik vind het echt geen zebra. Wat ik dan wel jammer vind is dat zijn ogen niet blauw zijn. Dat had ik eigenlijk gehoopt. Maar die zijn dus blijkbaar groen. En dat ga ik even van dichtbij bekijken. Want even kijken. Oké, dit moet hier. Mini Magic gaat daar staan. Eigenlijk wil ik haar niet daar hebben. Even kijken. Ik wil hem op Spirit Kids plek. Nee, Ravenbird's plek. Want Raven is het ook al uitgetraind. Dus er komt weer een behoorlijke uittrainvideo aan. Maar nu heb ik momenteel niet zoveel zin om te trainen. En ik neem ook wel lekker mijn tijd. Want ik heb nog maar 3 paarden om te trainen. En ik hoop niet dat er binnenkort weer een nieuw ras uitkomt. En dan daarvoor ga ik ook niet alle paarden meer kopen. Want ik wil die best even trainen. Ja. Oké, we gaan Stagcheeser zijn outfit even jatten. Zo. Ik wil... God, waarom werkt het niet zoals ik het wil? Oké. Geduld is een schone zaak. Oh, trouwens. Mijn combi magnetron zat op de achtergrond. Doe even de groetjes naar mijn magnetron. I love dat ding. Echt met al mijn hart. Alleen ik moet hem wel eens schoonmaken. En daar ben ik wel eens een beetje te lui voor. En nu heb ik hem daar neergezet. Zodat ik hem niet kan gebruiken. En alsnog ben ik te lui om op te ruimen. Maar dat is echt de liefde van mijn leven. Dus dat is echt fantastisch. En ik vind deze pony echt heel schattig. Ik ben echt gek op de pony model. En I need more. Oh, ze is... Oh, wacht eens even. De eyes are blue.
It's very blue. Of ik ben gewoon kleurenblind. Oké, ik moet het even zien in daglicht. Want ik zag foto's dat ze groen zijn. Maar wisselen ze van kleur? Want dat zou echt episch zijn. Oké, waarschijnlijk staan er weer wat gezellige mensen hier te wachten. Hallo. Oh, ik stap af. Ik wil gewoon even stijgeren. En ik vind het geluid heel grappig. En ja, ik neem op. Dus vandaar de skip. Ik bedoel het goed. Misschien dat jullie straks nog tegenkomen. Ik even hoi zeg. Maar de ogen zijn dus wel blauw. En nu weer... Nee. Ik zweer ja. Oké. Ik ga even naar een ander gebied. Kijk, hier heb je nog zo'n Sonica. Die ogen worden ineens heel erg blauw. Oké. Ze veranderen dus van kleur. Oké, boy. Oké, ik ga even naar een plekje toe. Waar kwamen we naartoe? Wat is een goede... In een minuut, ik ga daarheen. Ik heb geen geld meer! Nee! Oh my god, ik ben... Dit is... Nee, dit is nog nooit gebeurd. Oh my god, ik ben scared. Oké, we gaan wel even hierheen met iedereen. Oh, dit is echt heel balen. Oh my god. Kreeg ik voor die quest dan geen geld? Oh my god. Kijk, nu komt iedereen. Gezellig. Maar ik wou even naar een plekje toe. Wilde ik even een epic montage kon doen van dit beest. Maar nu kan ik niet naar een rustig plekje. Want iedereen weet waar ik ben. Wat vet. Oké. Ik ga alsnog mijn epic montage toevoegen. Kalejiet. Er komen al mijn mensen. Zijn we maar gevonden. Maar dat maakt niet uit. Vonden jullie nou een leuke let's play? Laat het zeker weten in de comments. Laat weten wat jullie van deze Vega vinden. En laat een leuke reactie achter over hoe jouw dag was. Want mijn was echt verschrikkelijk. Vergeet niet water te drinken. En ik zie jullie bij de volgende video. Houdoe.